Vijf jaar. Hoehoehoe. Dat is een end. Zo stevig. Ik heb hier een taartje met aardbei, slagroom, banaan. Nice. Vol de mond. Zo, welkom bij deze video ter ere van mijn vijfjarig jubileum van RoMedia Films. Ik besta vandaag op de kop af precies vijf jaar en er is in vijf jaar een hoop gebeurd. De afgelopen dagen heb ik een aantal polls eruit gegooid op mijn Instagram kanaal. Als je me nog niet volgt, doe dat gelijk eventjes. Dan kan je vaker meedoen met dit soort leuke sparringsessies tussen kijker en mij. Ik heb heel veel leuke vragen gehad over mijn onderneming en over trouwfilms en over de RoMedia Academy. En die ga ik dus allemaal beantwoorden in deze video. Dus heb jij een vraag ingestuurd, dan is er een hele grote kans dat ik die ga beantwoorden in deze video. Dus laten we er snel induiken. De eerste vraag is van de Lamers Media Productions. En die vraagt, waar zie jij jezelf staan met de onderneming over vijf jaar? Heb je nog grote doelen of plannen? Dus als ik nu kijk naar de afgelopen vijf jaar, dan heb ik echt bizar veel gedaan. Er is ook qua ontwikkeling heel veel gebeurd omtrent technologie met camera's. Ik heb al vier camera's gehad of zo in de tussentijd. En ik wil eigenlijk de aankomende vijf jaar wil ik eigenlijk vooral gaan uitbouwen. Dus ik heb natuurlijk de RoMedia Academy. Dat is een onderdeel van het plan qua uitbouwen. En ik wil ook nog grotere evenementen gaan organiseren, zoals bijvoorbeeld de Content Creators Nieuwjaarsborrel, die ook in 2022 weer gaat komen, aankomende januari. Op 15 januari maar liefst. Als je erbij wil zijn, zet hem in je agenda. Meer informatie volgt allemaal nog. Het is nog een beetje vroeg om daar jullie helemaal mee te gaan spammen, maar daar ga ik zeker meer over vertellen. We hebben de volgende vraag van Simon J. En die vraagt, wat was jouw eerste camera? En als tweede vraag, wat was de belangrijkste les die jij hebt geleerd? Oké, nou, we beginnen met de makkelijke variant. Mijn eerste camera was de Canon 600D. En dat was een spiegelreflexcamera, misschien wel bekend bij heel veel mensen. En misschien denk je nu ook, huh, Canon, je bent toch een Sony-man? Dat klopt, ik ben tot inkeer gekomen. Nee hoor. Canon is een fantastisch goed merk en mijn eerste camera was dus ook gewoon een Canon 600D. Dat was de 550D, de welbekende spiegelreflex met zo'n flipside schermpje. En ik heb daar echt heel veel films op gedraaid, echt krankzinnig veel. En ik ben daarna eigenlijk overgestapt naar de Canon C100. Want dat kwam omdat ik toen ik me inschreef bij de Kamer van Koophandel, toen had ik nog helemaal geen eigen camera. Althans, ik had de Canon 600D. Maar ik wist dat ik iets beters nodig had om echt geld mee te kunnen verdienen. Dus toen heb ik van een goede vriend van mij, goed kennis, heb ik een jaar lang zijn Canon C100 mogen lenen. Een jaar lang, want hij deed er niks mee. Lag bij hem op de planken. En ik ben hem daar nog steeds eeuwig dankbaar voor. Dus Flip, dankjewel. Daarna ben ik overgestapt naar mijn eerste Sony camera, de A7S II. Daar film ik nu daarmee. En nu ben ik overgestapt naar de S3. En daar film ik dus nu deze main camera mee. Nou, en dan nog de tweede vraag van Simon. Wat is de belangrijkste les die ik heb geleerd? Nou, een hele moeilijke vraag eigenlijk, want die kan je heel breed trekken natuurlijk. Maar ik denk dat voor mij de belangrijkste les in de afgelopen vijf jaar is geweest dat gunfactor alles bepalend is. Als er geen gunfactor is, als iemand qua persoonlijkheid tegen je zit of je gunt hem gewoon simpelweg niks, dan wordt het heel erg lastig. Ik heb heel veel aan de gunfactor gehad. En je kan het natuurlijk een beetje afdwingen, je kan het creëren door gewoon altijd vriendelijk te zijn tegen mensen, professioneel te blijven, maar ook gewoon heel veel van jezelf te laten zien en gewoon te laten zien dat je hard werkt. Dan bouw je gunfactor op en dan heb je een grote kans dat je succesvol gaat worden. Nou, Niels die vraagt, hoe ben je gestart met je bedrijf en wat was de eerste stap richting geld verdienen? Nou, ik ben twee weken nadat ik ben afgestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst Utrecht, heb ik mijn Bachelor of Arts gehaald, fictieregisseur. Ik had mijn afstudeerfilm gemaakt en eigenlijk twee weken daarna heb ik mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Omdat de toenmalige docent tegen mij zei, als je succesvol wil zijn en geld wil verdienen in de fictiebranche, dat is waar ik voor opgeleid ben, dan heb je nog een hele lange weg te gaan. En dat had niet zozeer iets met mij te maken, maar meer omdat het een hele moeilijke wereld is om echt je geld in te kunnen verdienen. Dat zette mij een beetje aan het denken. Ik dacht, ja, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon nu geld verdienen. Toen heb ik me dus twee weken later ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En
heb ik eigenlijk dus die camera geleend van die goede vriend waar ik het net over had. En heb ik eigenlijk alles aangenomen wat ik op dat moment kon krijgen. En een grappig detail is, mijn allereerste opdracht die ik dus ook daadwerkelijk heb gefactureerd, was een Photoshop opdracht. Dus ik had een camera en een heel verleden in die fictiewereld. En de allereerste betaalde opdracht die ik dus heb gedaan, was een Photoshop opdracht van een stel bloemvazen die ik moest lostrekken van de achtergrond. Nou, ik dacht, is dit het nou? Nee, want je moet ergens beginnen. En ik nam echt letterlijk alles aan. Alles waarvan ik dacht, dit kan ik. Laat maar komen. Want je moet toch zien dat je naam maakt. En dat heeft voor mij in ieder geval heel erg geholpen. De Chateau Media vraagt, als je nu zou starten als ondernemer, wat zou dan het eerste zijn dat je zou regelen? Ik denk het belangrijkste is dus die gunfactor. Maar ik denk dat de connecties, dus je netwerk, het allerbelangrijkste is. Want zonder netwerk heb je eigenlijk niks. Heb je geen mensen die je zou kunnen kennen, heb je geen mensen die jou kunnen doorrefereren, heb je geen referenties, geen testimonials van andere mensen. Het gaat er uiteindelijk om dat je dus dat netwerk zo groot mogelijk maakt, dat je overal gewoon wat mensen kent. Dus op het moment dat je hier komt, klets even met wat mensen, dat je daar komt, laat iedereen weten wat je doet. Zodat op het moment dat zij iemand anders weer tegenkomen, dat ze weten, hey, die gozer die maakt toffe video's, dat heeft hij mij ooit verteld. Misschien kunnen ze iets voor elkaar betekenen. Dus je wil ervoor zorgen dat dat netwerk bewust is van de diensten die jij levert. Ornella Koppens vraagt, ben je als zelfstandig ondernemer ergens onzeker over? En zo ja, wat? En heb je twijfels? Ja. Ja, ik ben letterlijk overal onzeker over. Zelfs op het moment dat ik nu hier op mijn zolderkamertje zit, dan ben ik onzeker over letterlijk alles. Over het licht, over hoe mijn haar zit. Matthijs, over of ik het wel goed heb gedaan om met zo'n taartje hier te gaan zitten. Weet je, er zijn zoveel dingen waar je onzeker over kunt zijn. Maar weet je, als je twijfelt over bepaalde zaken, dan wil dat dus wel zeggen dat omdat je twijfelt, dat je dus wel op het punt staat om grenzen te verleggen. Want als je twijfelt om iets te doen, dan ga je dus een bepaald onbekend terrein op. En dat kan er weer voor zorgen dat je dus weer je grenzen verlegt. Dus dat je later met terugwerkende kracht denkt van, hey, dat is slim of verstandig dat ik dat toen heb gedaan of dat ik toen die keuze heb gemaakt. Twijfelen of onzeker zijn kan heel erg helpen om te groeien als ondernemer of als maker. Als je daar dan weer over twijfelt, dan denk gewoon terug aan deze woorden. Het kan je echt verder helpen. Even kijken. Een vraag van Daniel VBNL. En die vraagt, wat heeft je gemotiveerd om dit werk te gaan doen en waar krijg je veel energie van? Nou, ik ben een maker, ik ben een doener, ik ben een creatieveling, ik ben een uitvoerder. Ik hou ervan om dingen te creëren eigenlijk uit het niets. En ik ben echt een initiatiefnemer, dus ik krijg eigenlijk energie van alles wat kan groeien. Als ik het gevoel heb dat ik zelf groei, dan krijg ik daar energie van en dan wil ik nog meer groeien. En dat slaat ook een klein beetje op de apparatuur die ik moet gebruiken. Camera's, lenzen, alles wordt met de jaren beter, efficiënter. Workflows die worden sneller. Er zijn allemaal zaken die eigenlijk constant in verbetering zijn. En daar kik ik heel erg op. Dat vind ik heel tof. En zeker als dat ook gekoppeld is aan mijn persoonlijkheid, mijn karakter, maar ook de manier op hoe ik dus mijn werk uitvoer en ook de kwaliteit van mijn werk. Als ik zie dat dat level up gaat, dan krijg ik daar weer heel veel energie van. En dat zou je ongetwijfeld herkennen. Als je passie hebt voor iets tofs, dan voedt dat je. En daar kan je gewoon heel erg op teren. Aaron Balk vraagt, hoe heb je je klantenbasis opgebouwd en hoe kom je aan klanten als beginner? Dat is een hele goede vraag. Ik krijg die vraag eigenlijk wel vaker en kan hier ook echt een antwoord op geven die urenlang duurt. Dat ga ik niet doen. Maar het korte antwoord is dat je eigenlijk altijd moet zorgen dat je zichtbaar bent. En hoewel dat lang niet voor iedereen geldt, want heel veel mensen die niet zichtbaar zijn, die krijgen ook heel veel klanten binnen. Maar die hebben ze dan wel op een andere manier, zonder dat ze zichtbaar waren, weten te kunnen strikken. En dat slaat ook weer een beetje op dat stukje fake it till you make it. En gewoon brutaal zijn en een beetje het heft en het initiatief in eigen handen nemen. Dat is vaak een hele goede katalysator om mensen uiteindelijk over de brug te krijgen. En soms moet je dingen gewoon een klein beetje mooier maken dan dat ze zijn. Ik bedoel, ik zit hier nu ook op een zolderkamer te doen alsof dit een hele professionele studio is. Maar als je dan naar die camera kijkt, dan denk je, ja, het is eigenlijk ook gewoon maar een zolderkamertje met een paar lampjes. En eigenlijk stelt het helemaal niks voor, want dit is gewoon mijn huis, dit is gewoon mijn kamer. Dus als we dan weer terug naar deze camera gaan, dan heb je gelijk weer het gevoel van, oh, dat ziet er strak uit, dat is een studio. En dat is ook waar video en fotografie en dergelijke natuurlijk ook heel goed in is, om dingen mooier te laten zijn dan dat ze lijken. Maar het is wel een belangrijk kader, en het ligt ook heel dicht tegen elkaar aan, dat je niet moet liegen. Je mag nooit, maar ook echt nooit liegen. Wees professioneel en blijf dicht bij jezelf. Houd authentiek.
Dan gaan we naar Denise van Wijk en die vraagt... hoe plan jij je tijd in om een gezond balans tussen werk, passie en rust te behouden? Hoe plan jij je tijd in om een gezond balans tussen werk, passie en rust te behouden? Dat het klinkt alsof dat allemaal complementaire dingen zijn. Alsof die in tegenstrijding staan met elkaar. Alsof het of het een is of het ander. Of je... Zeg ik dat nou goed? Ja, of je werkt of je hebt rust. Of je werkt met passie, maar je kan geen rust hebben. Nee, die dingen die versterken elkaar, wat mij betreft. Maar dat ziet niet iedereen zo. Dat is wel grappig. Dus als je bijvoorbeeld energie krijgt van je werk, dan kan je daar dus ook rustig van worden en het wel met passie uitvoeren. En daarnaast, ja, als je gewoon echt een gezond leven wil leiden, ja, luister naar je lichaam. Dat is eigenlijk alles wat ik kan zeggen. Ik heb eerder een video gemaakt over mijn zit-staanbureau. Dat is echt een toegevoegde waarde aan mijn workflow en aan mijn houding. En ik loop een uur per dag. En dat is, dat scheelt ook heel erg. En als je dan weer na een aantal uur editen eventjes door het bos heen loopt, of je komt even in die buitenlucht, dan ook dat kan heel erg je creativiteit weer voeden. Waardoor je weer energie krijgt en weer door kan gaan. Dus het versterkt elkaar. Nou, Troy DB Foto die vraagt... Wat heb je onderschat tijdens het ondernemerschap? Ik heb onderschat in de afgelopen 5 jaar dat letterlijk niks vanzelf gaat. Als je ondernemer bent, fulltime ondernemer bent... dan kan je gaan wachten totdat je ontzweegt, maar niks komt jouw kant op. Je moet, zeker aan het begin, moet je overal 200% insteken en 200% zo hard werken... Zodat je daarna, als je eenmaal je eerste basis hebt opgebouwd, ook je netwerk, ook je klantenbestand, alles op en aan. Dan moet je echt 200% insteken. Dus de eerste 2-3 jaar zijn ook echt het allermoeilijkst. En daarna kan je wat gaan afbouwen. Dan kan je op een gegeven moment op 110% gaan werken. En dan kan je op een gegeven moment op 90% gaan werken. Ja, dat is wel iets wat heel veel mensen ook onderschatten. En ook met die percentages dat ik helemaal aan het begin van deze video ook vertelde. Heel veel mensen verkijken zich erop. En ook ik heb me daarop verkeken. Want ik dacht op een gegeven moment van nou, het gaat allemaal wel vanzelf. Maar dat gaat het niet. Je hebt het allemaal zelf in de hand. En dat is natuurlijk ook het mooie van het ondernemerschap. Maar je moet het wel echt zelf doen. Er is geen baas die je op je flikker geeft dat je op een gegeven moment moet gaan werken. En dat moet wel een beetje bij je karakter aansluiten. Dat moet je wel een beetje in je hebben. Dan hebben we WJD Segers. En die vraagt, wat vind je het lastigste aan ondernemer zijn? Nou, wat ik het lastigste vind is dat... geld vaak een issue is. Er moet natuurlijk geld verdiend worden. Maar dat heel vaak een probleem is voor heel veel mensen. Mensen vinden het moeilijk om hun prijzen te bepalen. Mensen vinden het moeilijk om een eerste factuur te sturen. Of om een keer 100 euro meer te vragen. Of hun tarieven te verhogen. Dat is en blijft nog steeds het allerlastigste. En het is bijna een spelletje. Een spel, een soort van dans die je hebt met je opdrachtgever die jou inhuurt. Om dan vervolgens tot een bepaalde prijs te komen waar zij het voor willen doen. En waar jij je ook goed bij voelt, hè, om je dienst uit te voeren. Maar je kan ook in eerste instantie heel veel investeren en heel veel, net zoals ik dus, gratis dingen doe en weggeef. En dat je dus op lange termijn daar weer de vruchten van plukt. En dat is ook weer een mindset dingetje, dat is heel lastig. En dat vind ik nog steeds lastig. Dat is ook de reden waarom de Romedia Academy nog steeds gratis is. Dus je kan nog steeds aanmelden op de Romedia Academy met een gratis account. En daarbij wil ik eigenlijk nog toevoegen dat de positieve reacties of testimonials die je dus krijgt van tevreden opdrachtgevers, die moet je eigenlijk zien als iets veel waardevollers dan een eenmalige betaling van bijvoorbeeld 500 euro. Want die kunnen je ook weer uiteindelijk verder gaan helpen om weer meer geld te verdienen op lange termijn. Veel mensen denken te veel in dat korte termijn stukje. Van ik wil nu geld verdienen, dat moet, ik wil nu 500 euro per dag verdienen en dat soort dingen. Dat is lastig, die tunnelvisie. Welke camera gebruik je voor foto's en welke voor video? Nou, ik gebruik de A7S III voor video en ik gebruik de A7S III voor fotografie. Want meer heb ik niet op dit moment. Ja, ik heb een S2 aan die kant staan. En de S3 die doet het eigenlijk prima. Ook ondanks de 12 megapixel maakt hij prima foto's. En daar ben ik helemaal gelukkig mee. Dus dat gaat prima. Dan hebben we weer WJD Segers. Doe je nog veel fotoklussen en wat doe je dan liever? En met wat doe je dan liever, denk ik dat hij bedoelt liever foto of liever video. Onbetaald fotografeer ik wel veel. Ook natuurlijk voor mijn eigen Instagram kanaal en voor allerlei social media uitingen en dat soort dingen. Dus ik fotografeer heel veel, maar video is en blijft nog steeds gewoon mijn vak. Dus daar verdien ik voornamelijk mijn geld mee. Ik doe wel eens wat fotografieklusjes, wat bedrijfscontent en dat soort dingen. Maar dat schrikt niet van de daken, is niet mijn main business, zeg maar. Maar het ligt wel heel dicht bij elkaar. Ik vind ook dat een goede videograaf ook goede foto's moet kunnen maken. En dat een goede fotograaf eigenlijk ook wel iets van video zou moeten weten.
Ik bedoel, het versterkt elkaar, want door het ene medium leer je weer anders kijken om daar weer profijt van te hebben in het andere medium. Dus voor alle fotografen, ga video's maken en alle videografen, ga foto's maken. Dan hebben we Suzanne Fotografie en die vraagt, waar ben je het meest trots op? Nou, ik ben eigenlijk het meest trots op alle mensen die nu op dit moment kijken. Die likes en reacties achterlaten, die lid zijn van de Romedia Academy. Die mij volgen op Instagram, die mijn nieuwsbrief volgen. Eigenlijk alles en iedereen die mij een warm hart toedraagt, die draag ik zelf ook een warm hart toe terug. Omdat zonder die mensen kan je niks. En dat geldt misschien ook voor jou. Als jij ook wil groeien, dan heb je een basis aan mensen nodig die jou volgen. Die jou die gunfactor geven, waar ik het al eerder over had. Dat stukje fanbase wat je hebt, die ervoor zorgen dat je energie krijgt van hetgeen wat je doet en dat ze toffe reacties achterlaten en zo. En die eigenlijk de batterij zijn voor jouw onderneming. Want ja, uiteindelijk, we teren allemaal op een positieve comment. Daar gaan we allemaal lekker op. Dat je gewaardeerd voelt, dat je werk goed ontvangen wordt, dat is voor iedereen belangrijk. Dus ja, daar ben ik het meest trots op. Hanno de Vries die vraagt, hoe lang doe je over een shoot en hoe lang daarna over de edit? Ik betrap mezelf erop dat ik vaak te lang met de edit bezig ben. Nou, voor een simpele corporate shoot, stel dat ik daar een dag voor bezig ben. Totaal afhankelijk natuurlijk van de corporate shoot. Maar stel, ik ben een corporate shoot bezig en die duurt ongeveer een dag. Dan ben ik daarna grofweg het dubbele aan tijd bezig met het verwerken van de video. Dat is een soort van vuistregel. En daar zijn heel veel variabelen bij, wat heel erg kan uitmaken. Titels, animaties, grafische elementen die je toe moet voegen, kleurbewerking die specifiek op wens van de klant moet zijn, audionaambewerking, sound design, noem maar op. Dus dat gaat lang niet altijd op, maar de grove vuistregel voor mij is dat ik ongeveer dubbel bezig ben met de edit dan wat de draaitijd mij gekost heeft. En dat zal over tijd zal dat natuurlijk ook wel versnellen, want je leert sneller editen, je leert een betere workflow hanteren. Dus het kan zijn dat op het moment dat jij nu bezig bent, dat het misschien 3 keer zo lang duurt als dat je gedraaid hebt, of misschien nog wel langer. En daar is helemaal niks mis mee, hè? Ik bedoel, die ervaring die moet je ook op doen. Dat wordt ook onderschat. Dus dus dat. Oké, dan hebben we een vraag van Sander Deno. En die vraagt, wanneer gaan we weer meeten? Ik mis je. Had je erbij? We gaan snel weer meeten. Komt goed. Dan hebben we, even kijken. Onze lieftallige vriend Matthijs de Deugd. Matthijs heeft een shitload aan vragen achtergelaten. Dankjewel daarvoor. Gelijk een shout-out naar Matthijs. Want Matthijs is een goede mattie van me. Die ook zijn eigen YouTube-kanaal heeft. Die ontzettend hard groeit op dit moment. Sony-ambassadeur. Als je daar meer over wil weten, check zeker even zijn kanaal. En laten we beginnen met de eerste vraag van Matthijs. Hij vroeg als eerst, wat is de beste lens die je kan gebruiken? Ik denk niet dat er een beste lens is. Ik denk dat er een beste lens is voor een bepaalde situatie, voor een bepaalde camera in een bepaald moment. Maar die nieuwe 35-150 f2.8 van Sony komt wel aardig in de buurt, denk ik. Ik heb het nog niet in mijn handen gehad. We gaan binnenkort uitgebreid testen. Maar dat lijkt me wel een mooie beste lens, denk ik. Ook vraagt Matthijs, hoe lang is je kapper al dood? Ook vraagt Matthijs, wie is je favoriete YouTuber? Chris of Matthijs? En met Chris doelt hij op Brobust. Dat is de andere mattie die je ook zeker moet volgen. Want die doet heel veel met straatfotografie en met drones en dat soort dingen. Dus ook Chris moet je zeker eventjes gaan checken als je meer op YouTube zit. En ik moet natuurlijk nu een keuze gaan maken, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Want ze zijn beide compleet anders. Ik vind Chris misschien net iets aardiger dan Matthijs. Dus, laten we het daar maar even bij houden. Ik laat ze het uitvechten hieronder in de comments. En over Chris gesproken. Chris die heeft ook een vraag gesteld, namelijk wanneer word je vader? Goed gezien de huidige privéomstandigheden hier gaat dat nog wel even duren, denk ik. Dus daar ga ik verder niet op in. Miss Spanish die vraagt, waar is Meerte Pot gebleven? Vrij is misschien een beetje context. Meerte Pot is mijn stagiair. Die heeft hier een half jaar stage gelopen. En die was ook te zien in een aantal video's die we hebben gemaakt. En Meerte Pot die is klaar inmiddels met de stage. En die is nu lekker voor zichzelf bezig. En hele toffe dingen aan het doen. Dus dat is heel erg leuk.
En ik heb nog steeds contact met haar. En ook zij heeft een vraag ingestuurd, namelijk... Wanneer komt mijn Romedia Academy certificaat binnen? Meert heeft onder andere geholpen met het opzetten van de Romedia Academy. En heeft dus ook de basiscursus videografie. Mijn online cursus heeft zij uitgebreid getest en feedback opgegeven. En dat was heel leuk en heel leerzaam. Meerte, dank nog daarvoor. Ik heb haar nooit een certificaat gegeven. Want wat ik doe is als je die cursus hebt voltooid. Dan krijg je dus een handgemaakt certificaat van mij. Die ik dus helemaal mooi lamineer. En die stuur ik op de post. En dat is heel erg leuk. Maar Meerte heeft hij dus nog nooit gehad. Waarvoor mijn excuses. Dus die komt ook zo snel mogelijk jouw kant op. Meerte, komt goed. Tijdreis TV die vraagt, is jouw basiscursus videografie ook te volgen als je Final Cut gebruikt in plaats van Premiere Pro? Ja, want er is echt maar een enkele les of module die echt specifiek gaat over Premiere Pro. En vrijwel alles wat ik vertel in dat montageprogramma van Premiere Pro, dat zou je ook gewoon in Final Cut kunnen doen. Dus dat is verder helemaal geen enkel probleem. Joran van der Schaaf die vraagt, hoe ziet de Academy er over 5 jaar uit? Zeker gezien de groei die er nu in zit, hoop ik dat het gewoon echt een heel tof, mooi platform wordt. Een dikke community met weet ik voor hoeveel leden, waarbij we elkaar helpen. En dat gebeurt nu al, maar dan alles gewoon op grotere schaal. Dus meer cursussen, meer e-books, meer toffe projecten die we samen gaan doen. Online en offline evenementen die we gaan organiseren. Dus webinars, maar ook gewoon echt grotere nieuwjaarsborrels. En ik hoop dat het over 5 jaar gewoon echt een begrip is in de foto- en videografiewereld. Dus. Miss M. Russo die vraagt, mag ik een keertje mee als second shooter op een bruiloft? Nou, dat kan natuurlijk altijd. Ik vind het heel leuk als mensen zich aanbieden om als second shooter mee te gaan. We hebben de afgelopen periode natuurlijk die hele coronaperiode gehad. En dat was natuurlijk wat lastig om mensen echt mee te nemen. Dus het is een tijdje geleden dat ik echt met een second shooter op pad ben geweest. Als je een keer interesse hebt om mee te gaan, dan laat me gerust weten. Ik bedoel, stuur even een DM in mijn Instagram inbox. En dan kunnen we vast wel iets leuks plannen. Dan heb ik de laatste vraag voor deze hele Q&A. En dat is een vraag van Talita. En die vraagt, dat is een hele goede vraag trouwens. En die vraagt, als je zelf ooit gaat trouwen, wie wil je dan als videograaf? En zou je die beelden op het internet zetten? Ja, als ik zelf ooit... Ik weet helemaal niet wie ik dan als videograaf zou willen. Ik weet wel dat ik er heel veel moeite mee zou hebben om dat compleet uit handen te geven. Want vaak heb ik er zelf al heel duidelijk beeld bij. Ik heb wel een visie daarin. Dus ik ben bang dat ik die persoon, wie dat ook mag gaan worden, helemaal bij de nek grijp en gewoon denk, je moet het wel goed doen. Zou je de beelden op het internet zetten? Ik denk het wel, want er staat er genoeg van mij op het internet, dus dat kan er dan ook nog wel bij. Maar ik denk dat ik daar ook gewoon wel heel trots op ben. En ik adviseer het bruidsparen zelf ook eigenlijk vaak dat het voor degene die het maakt, dus de trouwvideograaf, vindt het ook heel prettig om het voor zijn eigen portfolio te gebruiken. Dus ik denk, als er verder niemand moeite mee heeft, dat ik dat zeker ook gewoon wil laten delen op het internet. Nou, dat waren alle vragen die ik heb gekregen via de Insta-DM. Ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken. Ik hoop dat je er iets van hebt geleerd. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om al die vragen binnen te krijgen. En ook te zien dat er heel veel diversiteit in die vragen zat. En ik vond het heel leuk om een keer te doen. Dus heb je nou nog een vraag over de vragen? Laat die hieronder even weten in de reacties. En dan kan ik er zo snel mogelijk op antwoorden. En ik wil in ieder geval iedereen die je vragen heeft ingestuurd ontzettend bedanken. En jij natuurlijk ook bedankt voor het kijken. Gooi eventjes een hele dikke like daar omhoog. Als je het een leuke, toffe video vond, vergeet natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik je heel snel te zien bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende video.